De behandeling van de ontwerpwethouder, de vaststelling van regels in zaken het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme, heeft de regering geprobeerd alle onduidelijkheid weg te werken die er bestaat over zwart geld. NDP-parlementariër Ebu Jones wees erop dat zodra de herkomst van het geld niet kan worden bewezen, het wordt gecategoriseerd als zwart geld. Minister Armand Agaibersing stelt dat mensen niet bij voorbaat moeten worden gecriminaliseerd. Ik schrik om hier van de minister te horen dat de vele euro's die binnenkomen, dat de minister zegt, we hebben nog geen bewijs dat het zwart geld is dus. Vooralsnog gaan we niet praten over zwart geld. Maar we weten dat binnen het witwassen en financieren van terrorisme, je geen grondelijk te hoeven te weten of te hebben om te praten over zwart geld. Het moment er niet gelinkt kan worden dat bedrag met de economische activiteit, valt het al onder witwassen, valt het al onder zwart geld. Ik wil uw geachte lid Jones als volgt antwoorden, omdat hij een vraag gesteld heeft op een visie die ik geponeerd heb, dat we voorzichtig moeten zijn met het kwalificeren van gelden die binnenkomen als zwart geld. Omdat als mijn broer naar Suriname komt en mij een 100 euro geeft om een hemd te kopen, of is het geen zwart geld? Dus dat is de nuancering die ik wil brengen. Ik krijg dat vaker van mijn broer, dus nee, is een grapje. Maar voorzitter, we moeten hier voorzichtig mee zijn. Mijn opvatting is dat zwart geld is op het moment dat je met feiten en omstandigheden kan vaststellen dat het om zwart geld gaat. We moeten niet mensen bij voorbaat criminaliseren. En dat is die discussie die ik ook gevoerd heb met de bankiers. Want ik heb ook gezegd aan hen van die mevrouw die op de markt verkoopt, 3 uur in de ochtend opstaat, harder dan u en ik kennelijk werkt voor haar geld, maar niet beschikt over een salarisstrook, die moet je niet bij voorbaat criminaliseren. Minister Agaibersing zegt dat de instituten die moeten vaststellen of er sprake is van zwart geld, moeten worden versterkt. Zo moeten de Belastingdienst en de douane worden getraind om hun werk op dat stuk beter te doen. Ook vindt hij dat het Openbaar Ministerie moet worden versterkt met forensische accountants.